Wil jij niet meer dat ik... Nee. Dat moet doorgang vinden. Was het maar om nog eens duidelijk na te voelen wat ik daarnet onder woorden probeerde te brengen. Zie je, het kan geen kwaad om nog eens na te voelen om pijnlijk helder te krijgen. Wat het precies is dat ik... Het spijt me. Oh God, dat is lief van je. Dat is lief. Jullie kunnen het nogal vinden? Ja, Eddie en ik zijn bevriend geraakt. Terwijl jij de keukenprinses uitging, heeft er zich iets heel moois ontwikkeld tussen ons. Nou, laat het je smaken, beste vriend. De specialiteit van het huis, l'aphrodisiaque hollandaise. Een half dozijn, jezus, en wat verwen jij de jongen toch? We hebben het zeker voor het ons heen. Weet jij dat Eddie vindt dat jij op zijn moeder lijkt? Wat een geluk, hè? Ja, misschien zijn er maar gevallige trekken, maar die kunnen heel treffend zijn. Ik neem toch aan dat jij niet van elke vrouw vindt dat ze op je moeder lijkt. Word je nou dus moe van jezelf? Nou, eet lekker op, vriendje. Peuzel je eitjes eens lekker op. Ja. Wat fijn, Eddie, dat je het zo goed kan vinden met de Wodan. Ja. Nou, ik had echt net het gevoel toen ik binnenkwam dat jullie in een... nogal intiem... gesprek verwikkeld waren. Want Wodan heeft jou toch geen onthullingen gedaan over de ware aard van zijn gevoelens, hè? Oh, God, ik zie hem ervoor aan om mijn afwezigheid te benutten voor confidenties, voor zijn fascinaties, voor het mannelijke geslacht. Zou jij Eddie niet eens even helpen? Kijk, hij knoeit toch al. Oh, ik geloof dat ik er niet ver naast zit. Wodan, wat heb jij die jongen aangedaan? Niets, Ella, echt helemaal niets. Maar dat is wel van plan, hè? Die eitjes nog iets langer had laten koken, had jij je kookpunt ook bereikt? Oh, Eddie, het spijt me dat jij het slachtoffer moet worden van Wodans schaamteloosheid. Kijk, ja, maakt er een beetje van leven. Oh, jij maakt blijkbaar iets in hem wakker. Is dat waar, Eddie? Wat? Heb ik maar laten gaan. Voel jij je bezwaard op wat ik net verteld heb? Is het dan waar, Eddie? Nou, als Ella iets zegt, hoef je er niet aan te twijfelen, want ze verdraagt namelijk geen leugens. En als behept met een onwaarschijnlijk vermogen tot waarzeggerij. Een precisiekompas van de meest verhulde gevoelens in mijn verdorven geest. Ja, Eddie, ik ben bang dat onze avond er een beetje anders uit gaat zien. Als Wodan eenmaal iets in zijn hoofd heeft gezet, kan het alleen maar van onderuit. Het verlangen heeft zich kennelijk geopenbaard. Ja, dan is er geen weg meer terug. Hier, ja, roep dat laatste ei er zelf maar in. Ik kan het wel gebruiken. Zo, ik wens jullie heel veel plezier. Maar ik wil het dus niet. Ik wil jou dat plezier helemaal niet ontnemen. Over wiens plezier gaat het hier nou eigenlijk? Mijn plezier is al lang vergald. Ik heb Eddie niet uitgenodigd. Nee, jij moet op je woorden passen. Eddie is onze gast. Dadelijk gaat hij nog denken dat hij niet welkom is. Oh, maar hij is toch maar al te welkom, Wodan. Zou je hem iets binnenlaten? We staan dan maar in het voorportaal. De diepere regionen moeten nog ontsloten worden. En jij hebt hem dat in het vooruitzicht gesteld. Dat zou pas onbeleefd zijn, hè? Om hem nu weer naar huis te sturen. Als ik Eddie was, had ik al onlang de benen genomen. Het leven is niet lang genoeg om je tijd te verdoen met de besluiteloosheid van anderen. Jij mag van geluk spreken dat Eddie zo'n beleefde jongen is. Zeg, voel jij al wat? Dat zijn eerste klas henne-eitjes hoor. Ik heb de stront er eigenhandig afgekrapt. Wodan, controleer jij zijn temperatuur eens even? Doe dan. Als je met zachtheid benadert, zal hij je heus niet afwijzen. Voel je al iets, Eddie? Ja, ik geloof het wel. Wat? Nou, gauw! Laat er geen gras over groeien! Waarom, Edda?